Arthur Dmitriev, de coach. Oud-tweevoudig Olympisch kampioen. En hij staat daar om zijn Russische paard te begeleiden. Kristina Stakova en Alexei Rogonov, vierde van het Russisch kampioenschap. En zij nemen hier het plekje in van het kampioenspaar dat zich teruggetrokken heeft. Stolbova, Klimov. Astakova, Rogonov kennen we daardoor uit het Grand Prix seizoen. Reden de Rostelecom in Moskou. De thuis Grand Prix. Kwamen daar op het podium derde. Volgens mij was het een clean sweep. Als ik me goed herinner. Voor Rusland. Ja. Maar dit is haar hun allereerste echt grote kampioenschap. Een heel interessante vrije koers. Dit op muziek van Master and the Margarita. Misschien hebt u het boek gelezen. Er is ook een film van. Drievoudige tolop, dubbel tolop en nog een dubbel tolop. En perfect synchroon hoor. Drievoudige twistlift. Drievoudige zelfs of los van elkaar. Drievoudige flip. Geworpen drievoudige Rietberger. Reverse lasso. Oeh, dat is knap. Hij was ook even uit balans, leek het. Axel Lasso.
Starlift. Ja, prima prestatie van dit Russische paar. Kristina Stachowa en Alexei Rogonov. Op die muziek dus van Master and the Margarita. Nou, ik kan me voorstellen dat het misschien niet iedereens smaak is, deze kuur. Maar mij sprak dat zeer aan, de choreografie. Heel knap gedaan. Vooral omdat er heel veel van die momenten van anti-unison in zitten, wat we noemen. Waarbij beide partners eigenlijk iets verschillends doen. Verschillende bewegingen maken, misschien niet eens naar elkaar kijken. Maar daarin toch dat thema uitstralen. En dat vond ik erg goed gedaan in deze kuur. Voor de choreografie tekenen Sergej Komolov en Alexei Zeleznikov. Nou, die ken ik niet van het schaatsen. Misschien zijn dat gewoon mensen van het theater. Ja, ik weet het niet. Het zou me niks verbazen dat die hun geholpen hebben om het thema Master and the Margarita hier neer te zetten. Nou, waarschijnlijk wel samen met de coach Arthur Dimitriev. Want dat was ik ook een heel originele en creatieve paarrijder zelf, ja. Al. Ja, mijn smaak was het ook wel hoor, Jeroen. Nou, gelukkig. Dan denken we daar in ieder geval hetzelfde over. En het verbaast me dat ze toch nog zo laag staan na de korte kuur. 13e. Ja, vielen eigenlijk alleen met een, even kijken, gevallen met een geworpen drievoudige flip. Maar goed, het niveau is gewoon ook bij het paarrijden heel hoog en heel breed geworden. Er zijn gewoon geen mindere paren meer eigenlijk aanwezig. Waarbij je hart moet vasthouden of ze niet uit een lift vallen bijvoorbeeld. Dat is er niet meer bij op dit niveau. Dus op en top, topprestaties die we hier zien. Kijk eens, dat een prachtige flip geworpen die, sprong. Gisteren dus niet lukte. Daar waren ze dus ook heel blij mee. Er was een kleine hapering bij haar landing, maar ze bleef staan. Kijk, dit soort dingetjes tussendoor maakte die kuur zo boeiend. Nog maar eens die geworpen flip. Ja, hier zou je als jurylid dus wat verschillende components kunnen maken. Ik zou er geen moeite mee hebben om een 8 te geven voor de choreografie. Dan misschien ietsje lager in de skating skills. En ze gaan op de eerste plaats in de tussenklassement staan. Ver boven de Duitsers Wagman en Van Kleef. Nou, dat is die bijna 30 punten. 47 punten. Ja, dit paar hoort eigenlijk in een veel later.